natuurlijk ook. Ik dacht, laat ik me even voorstellen, maar dat heeft Nina gewoon al heel erg uitgebreid gedaan. Dus daar kunnen we kort mee zijn. Het is meer de visuele samenvatting van wat ze vertelde. Ik ben immunoloog bij het RIVM. En sinds vorig jaar ben ik ook hoogleraar vaccinologie bij de Universiteit Utrecht. En ik ben dus gewend om virtuele presentaties te geven, want 2 weken geleden heb ik inderdaad georeerd. Dat was erg leuk om te doen. Normaal gesproken is eigenlijk immunologie van infectieziekten en vaccins, hè, dus dat is waar ik me mee bezighoud, niet echt een vakgebied waar nou zo heel veel belangstelling voor is. Vaccins worden eigenlijk door de stilzwijgende meerderheid meestal als vanzelfsprekend beschouwd en ook niet overdreven boeiend. Een minderheid die zich soms wel laat horen, staat kritisch tegenover vaccins. En dat kan om verschillende redenen zijn. Die kunnen variëren van de overtuiging dat vaccins niet nodig zijn, hè, als je gewoon gezond bent, of dat ze een samenzwering van de industrie zijn, tegen Gods wil. Maar ook wel, mensen denken ook wel dat ze je ziek kunnen maken. Maar nu staan vaccins dus opeens midden in de belangstelling. Wat ik zelf merk aan mijn agenda. Wat ook blijkt uit onderwerpen die besproken worden in de Nederlandse media. Ik heb daar een klein onderzoekje naar gedaan samen met Maarten Keulemans, een wetenschapsjournalist. En toen bleek eigenlijk dat het woord vaccin, voordat de COVID-crisis uitbrak, in de 3 maanden november tot en met januari, 460 keer in de Nederlandse media werd genoemd. Maar dat aantal steeg fors tot 7.751 in de 3 maanden daarna. Dat zal ook niemand, denk ik, zijn ontgaan. Dat komt natuurlijk, hè, dat komt natuurlijk door COVID-19, onze nieuwste infectieziekte. En zijn veroorzaker het coronavirus SARS-CoV-2. Nou, dat virus sprong nog maar heel kort geleden, in december vorig jaar, over van een dier naar de mens op een markt met wildlevende dieren. Zo'n dier-op-mens-besmetting noemen we een zoonose. Vervolgens bleek het virus ook besmettingen van mens tot mens te kunnen veroorzaken. En dat noemen we dan een infectieziekte van zoonotische oorsprong. Coronavirussen infecteren meestal de hogere luchtwegen en het maag-darmkanaal. Maar dit nieuwe virus, net als SARS-CoV-1 en MERS, infecteert ook de longen en is levensbedreigend in kwetsbare groepen. En we realiseren ons nu opeens welke risico's er kunnen kleven aan een rondwarend nieuw virus. En ondanks maatregelen om de pandemie in te dammen, staat inmiddels de teller op het wereldscorebord op meer dan 8 miljoen bewezen gevallen en al bijna een half miljoen doden op een wereldbevolking van 7,4 miljard inwoners. Dus dat is eigenlijk best wel fors. En dat komt natuurlijk omdat niemand het virus nog eerder gezien had. Ook begrijpen we door de actualiteiten dat mensen die het nieuwe virus hebben gehad en hebben overleefd, immuniteit opbouwen en dat die immuniteit je beschermt tegen een volgende infectie met het virus. Dus de woorden immuniteit en immuun kwamen samen van november tot januari 532 keer voor en in die 3 maanden erna 4.686. Dus dat was ook flink omhoog gegaan. En zelfs het woord antistoffen, toch echt een vakterm, raakte ook al ingeburgerd. Het gebruik daarvan ging van 175 naar liefst 2437. Dat kinderen een lager risico lopen dan ouderen of mensen met onderliggende aandoeningen, lijkt ook al algemeen bekend. En tot slot is het concept groepsimmuniteit zelfs al vertrouwd. Dat ontstaat als veel mensen in een groep immuun zijn, waardoor ze niet alleen zelf beschermd zijn, maar indirect ook anderen kunnen beschermen, zoals kwetsbaren met een suboptimaal immuunsysteem. Een ziekmaker verspreidt zich immers niet gemakkelijk in immune groepen en zo doven infectieziektes uit. Welk percentage individuen immuun moet zijn om groepsimmuniteit te krijgen, dat hangt weer af van het vermeerderingsgetal van de ziekmaker. Dat vermeerderingsgetal, misschien kent u dat ook al, dat is R0.
En bij een erg besmettelijke ziekmaker, zoals bijvoorbeeld mazelen, met een R0 van 18, moet 94% van de mensen immuun zijn om zo'n groepsimmuniteit te krijgen. Voor het nieuwe coronavirus, met een geschatte R0 van 2,6, geldt een groepsimmuniteit van 62%. Alleen die opbouw van die immuniteit die gaat heel erg langzaam. Nog maar 3 tot 5 of 6% van de bevolking heeft pas antistoffen. Daarom is de hoop gevestigd op een vaccin. Een vaccin kan namelijk het immuunsysteem op een veilige manier immuniteit laten opbouwen, zonder dat je er ziek van hoeft te worden. Er is dus nu heel veel maatschappelijke belangstelling voor vaccins en hoe ze werken. En dat was natuurlijk voor de organisatoren van het Studium Generale Groningen dan ook de aanleiding om er een Let's Ask aan te wijden. Ik ga je nu verder over vertellen en mijn verhaal heeft drie delen. Eerst geef ik een introductie over veroorzakers van infectieziekten en over onze beste vriend in de strijd ertegen, het fascinerende immuunsysteem en immuniteit. Dan kijken we naar het verleden en het heden van het maken van vaccins. En tenslotte gaan we ook na of vaccins maken anno 2020 afdoende is voor een COVID-19 vaccin. En ik hoop dat u na mijn lezing een beter beeld heeft van hoe vaccins worden ontwikkeld, bereikt, getest en ingezet om infectieziektes in het algemeen, maar COVID-19 in het bijzonder, te voorkomen. Goed, dan gaan we eerst naar de ziekmakers en de immuniteit. Vanaf de geboorte worden we eigenlijk al omgeven door micro-organismen. Dat zijn de oudste levensvormen op aarde en microscopisch klein. Dat wil zeggen dat we ze, de meeste althans, met het blote oog niet kunnen zien. Daar zijn microscopen voor nodig. En we onderscheiden van groot naar klein parasieten, schimmels, bacteriën en virussen. En van de meeste micro-organismen hebben we helemaal geen last. En sterker nog, die leven vreedzaam met ons samen en we hebben ze zelfs nodig, het microbioom. Virussen hebben evolutionair gunstige effecten gehad op mens en dier. En de darmbacteriën, waarvan er echt enorm veel soorten zijn, wel meer dan 1000, en samen goed voor zo'n kilo lichaamsgewicht, die helpen ons bijvoorbeeld met voedsel verteren en vitamines aanmaken. Ook heeft het microbioom een gunstig effect op ons immuunsysteem, een soort trainend effect. Andere micro-organismen zorgen wel voor gezondheidsproblemen. Het lichaam reageert dan met een ontstekingsreactie op deze ziekmakers of op hun giftige stoffen. We spreken van een infectieziekte met klachten zoals koorts, uitslag of nog erger. En sinds mensenheugenis hebben infectieziektes bestaan. En veel daarvan hebben een zoonotische oorsprong, zoals bijvoorbeeld difterie, mazelen, tuberculose, lepra, pest, de pokken, polio, griep, ebola, aids, SARS en MERS. En als die besmettelijkheid uiteindelijk ook weer van mens tot mens bestaat en ook groot is, dan kan een epidemie ontstaan, die soms zelfs weer pandemisch kan worden. En dat wil zeggen dat een uitbraak zich wereldwijd over meer continenten verspreidt en een substantieel aantal mensen infecteert. De meest fatale pandemie uit de geschiedenis was de Zwarte Dood, ook wel bekend als de pest. Die werd veroorzaakt door de pestbacterie. En in de 14e eeuw eiste die zo'n geschat aantal mensenlevens van 75 tot 200 miljoen. Over de laatste 100 jaar hebben we eigenlijk best een groot aantal epidemieën en pandemieën gekend. Vooral griepvirussen, hier in blauw aangeduid, dat zijn echt de pandemische boosdoeners. De Spaanse griep. Die was het meest dodelijk, met zo'n 50 miljoen slachtoffers, gevolgd door AIDS met 30 miljoen doden. En COVID inmiddels heeft ook al 465.000 slachtoffers wereldwijd. En dat zal eigenlijk ook niet onze laatste nieuwe infectieziekte zijn. Lange tijd konden we eigenlijk niet heel veel anders doen dan isolatie of het isoleren van patiënten met typische ziekteverschijnselen. Dat was eigenlijk het enige bestrijdingsmiddel om epidemieën in te dammen. En in de 15e en 16e eeuw bouwde men dan ook
pesthuizen of voor de kern van slachtoffers van pest, waaraan zo'n 25% van de Europese bevolking in die tijd stierf. Ook melaatsen, mensen met lepra, werden tot voor kort nog verbannen naar koloniën of leprozerieën. Ook nu is isolatie weer ingezet voor COVID-19. Verbetering van de hygiëne en ontdekkingen van antibiotica en virusremmers hebben natuurlijk heel veel sterfte en ziekte door micro-organismen verminderd. Maar eigenlijk heeft het lichaam zelf een beschermingssysteem tegen infectieziektes en dat is het immuunsysteem. Dat is een fascinerend stelsel van immuunen die zich overal in het lichaam bevinden. In de zogenaamde lymfoïde organen, zoals de milt en lymfeknopen. Een belangrijk deel van die immuuncellen bevindt zich in de slijmvliezen. Dat is het dekweefsel van de luchtwegen, de darmen en de urinewegen. Daar komen immers veel ziekmakers binnen. De bloedvaten en de lymfvaten, dat zijn de verbindingswegen tussen de locaties. Immuuncellen staan zo afgesteld dat ze binnendringers herkennen en van gezond lichaamsweefsel onderscheiden. En wat immuuncellen vooral doen, is daarover met elkaar praten. Het immuunsysteem bestaat uit een aangeboren en een aangeleerd deel. Elk met hun eigen type immuuncellen. Bij onraad komen eerst de aangeboren immuuncellen in actie. Zodra ze de ziekmaker in het vizier krijgen, dan gaan ze een beetje afremmen en stoffen maken die andere cellen tot actie brengen. En wat de aangeboren immuuncellen daarbij doen, is eigenlijk voortdurend vertellen aan andere cellen wat ze allemaal meemaken, wat er in hun omgeving gebeurt. En dat doen ze door stofjes die in hun omgeving zitten, eiwitten, of die in de cel worden gemaakt, te verzamelen, in stukken te hakken en als kleine brokstukjes aan de buitenkant van de cellen te laten zien. Kleine stukjes eiwit, peptide genaamd. En die cel laat dan eigenlijk zien van, nou, alles is in orde, als er gewoon brokstukjes zijn van het eigen lichaam. Of bij gevaar, hier is iets aan de hand. En al deze aangeboren voorbereidingen die zijn nodig om vervolgens het aangeleerde immuunsysteem aan het werk te zetten. En dit aangeleerde systeem, dat is preciezer, maar het komt ook trager op gang. En de hoofdrolspelers zijn de zogenaamde B-cellen en de T-cellen. B-cellen maken antistoffen. Dat zijn eivormige moleculen met een kop. Dit is eigenlijk de kop en een staart. En met de kop kunnen ze ziekmakers vastpakken en uiteindelijk ook opruimen. Ook T-cellen komen in actie. En daar zijn dan weer twee types van. Eén type, de CD8 T-cellen, die kunnen lichaamscellen doden als ze merken dat er iets mee aan de hand is. Het andere type, T-cel, de CD4 T-cel, dat is eigenlijk een regelcel. Die gaat bij onraad andere immuuncellen helpen, zoals deze CD8-cellen of die B-cellen. Of ze gaan juist de reactie afremmen. Het immuunsysteem wordt ook wel vergeleken met een defensieapparaat. Dus je zou je kunnen voorstellen, lymfklieren zijn de kazernes. De immuuncellen zijn de troepen die de ziekmakers, de vijand, op de radar willen krijgen. En stoorzenders verhinderen dat dan weer. Eenmaal in het vizier, dan volgt de aanval, waarbij de vijand gedood wordt. Maar er is ook altijd risico op collaterale schade in de eigen troepen. Ziekmakers zijn er in allerlei soorten en maten. Je hebt er die heel snel binnen kunnen hard toeslaan en ook weer snel vertrekken. Maar je hebt ook onschuldigen die opeens vijandig worden. En je hebt ook binnensluipers die eigenlijk nooit meer weggaan. En al die eigenschappen van die levenstijden die liggen vast in de erfelijke code van de ziekmakers. Het DNA of het RNA. En zoals bij alle soorten bepalen stukken op die erfelijke code, de genen, de bouwsteenvolgorde voor de eiwitten van die soort. Eiwitten bepalen hoe een ziekmaker eruit ziet. En ze zijn zelf onderdeel van de structuur van een ziekmaker. Of ze regelen chemische processen die andere moleculen van de ziekmaker in elkaar kunnen zetten. En bij grote ziekmakers, zoals hier deze bacterie,
heb je heel veel genen en heb je dus ook heel veel eiwitten en ook heel veel andere moleculen die specifiek zijn voor die ziekmaker. Maar bij kleine ziekmakers, zoals virussen, kunnen soms maar 6 genen zijn. Dus dan zijn er maar heel weinig eiwitten en weinig structuren. Nou, hoe pakt het immuunsysteem nou dat bonte gezelschap van ziekmakers aan? Eigenlijk heeft het immuunsysteem daar twee pijlers voor. En de eerste is de herkenning. Je moet eerst natuurlijk iets herkennen aan die ziekmaker als lichaamsvreemd. En immuuncellen hebben daar speciale grijparmen voor, oftewel receptoren. De aangeboren immuuncellen die herkennen met hun grijparmen moleculen die heel algemeen of generiek voorkomen op ziekmakers. Dat noemen we de zogenaamde patronen. Dus die worden herkend door aangeboren immuuncellen. En dan heb je de aangeleerde cellen, de B en de T-cellen. En die herkennen met hun grijparmen hele unieke moleculen. Dus, en die noemen we antigenen. En elke B of T-cel heeft daar dus een eigen grijparm voor. Nou, om genoeg grijparmen te hebben voor al die talloze unieke antigenen van al die ziekmakers die misschien ooit een keer langs zouden kunnen komen, legt het aangeleerde immuunsysteem een heel leger van miljarden B-cellen of van T-cellen aan. En elk met een unieke grijparm. Dus die T-cellen hebben allemaal een iets ander soort grijparm en die B-cellen hebben allemaal een iets ander eivormig molecuul, waarmee ze allemaal net een ander molecuul, een antigeen van een ziekmaker zouden kunnen herkennen. En die verscheidenheid van die receptoren die ontstaat doordat die cellen een soort van knippen plakken met het DNA wat ze hebben. En elke cel doet dat dan weer net op een iets andere manier, waardoor uiteindelijk stukjes aan elkaar worden geplakt als een soort puzzelstukjes. En die bepalen dan die kleine verschillen in die grijparmen. Dat is eigenlijk best wel een omslachtige manier om heel veel klaar te hebben liggen. Alleen je hebt wel een soort garantie dat er voor elke ziekmaker altijd wel een geschikte grijparm bij zit. En grijparmen die eigenlijk lichaams-eigen moleculen zouden herkennen per ongeluk, die worden uit het leger verwijderd. De tweede pijler van het immuunsysteem is eigenlijk de aanval. Nou, hoe ontstaat nu die aanval? Niet elke ziekmaker moet op dezelfde manier worden aangevallen, maar dat moet gebeuren door maatwerk. En ze komen ook niet allemaal via dezelfde route binnen, ze doen ook niet precies hetzelfde, zien er ook niet hetzelfde uit. Dus die aanval moet ook aangepast worden op de ziekmaker. En pasgevormde B en T-cellen, die kunnen ziekmakers dan wel herkennen met hun grijparmen, maar ze kunnen ze nog niet aanvallen. Daarvoor moeten ze eerst nog hun aanvalsfunctie aanleren. Daarom is dat systeem ook wat trager. Er moet nog van alles gebeuren. En nou, dat aanleren gebeurt zodra ze eigenlijk met hun grijparm het sein hebben gekregen dat ze het antigeen hebben herkend. En dat de cel mag gaan delen. En elke dochtercel van zo'n oorspronkelijke B of T-cel, die gaat ook weer delen. En zo vormt zich een heel legertje van cellen met precies dezelfde grijparm eigenlijk. En dan gaan die dochtercellen die gaan die aanvalsfuncties leren. En er zijn verschillende aanvalsfuncties mogelijk. En welke nou precies wordt aangeleerd, dat wordt dan ook weer bepaald door die alarmstoffen en die signalen van die aangeboren immuuncellen. Dus eigenlijk door een soort programmeertaal van de aangeboren immuniteit. En de B-cellen, hebben die eivormige grijparm. Wat die nog doen tijdens het aanleren is dat ze nog een beetje gaan sleutelen aan dit molecuul. Ze gaan nog een beetje sleutelen aan de kop van het molecuul, waardoor nog beter het antigeen zou kunnen worden herkend. En ze gaan ook nog sleutelen aan de staart van het molecuul, waardoor er uiteindelijk een bepaalde functie van die staart ontstaat. Nou, zo heb je ook nog die CD, dit is voor die B-cellen, dan heb je ook nog die CD8-cellen, die moeten uiteindelijk lichaamscellen gaan afdoden op het moment dat iets mis met ze gaat. Dus die gaan als functie leren om cellen te doden. En dan hebben we nog die CD4-T-cellen, die zijn ook erg belangrijk. Die moeten ook aanvalsfuncties leren. En er zijn er verschillende soorten van. En elke cel kan maar één aanvalsfunctie uiteindelijk krijgen. En zo heb je verschillende soorten CD4-T-cellen
T-cellen uiteindelijk, als ze zeg maar doorgeleerd hebben, die zijn heel goed in het opruimen van bepaalde ziekmakers. He, daar zijn verschillende typen T-cellen voor. Maar andere CD4-T-cellen die leren eigenlijk een andere functie en die gaan B-cellen met name helpen. En dan is er nog een deel van de CD4-cellen en die leren eigenlijk om andere cellen af te remmen. Dus zo hebben al die CD4-cellen een andere uiteindelijke aanvalsfunctie. Maar het is allemaal nodig om een goede immuunrespons te hebben tegen ziekmakers. Nou, dus zo gaan we eigenlijk van een naïeve cel gaan we naar een hele effectieve cel met een goede aanvalfunctie. Maar wat er ook nog gebeurt, is dat een deel van de aanvalscellen, dus de cellen die geleerd hebben om effectief te zijn tegen de ziekmaker, die ontwikkelen zich als geheugencel. Dus op het moment dat de ziekmaker is opgeruimd, verdwijnen de meeste cellen die uitgegroeid waren met een aanvalsfunctie, maar een klein deel blijft achter als een geheugencel. En dat is handig, want bij een nieuwe ontmoeting met de ziekmaker heb je die investering al gehad om helemaal van naïef tot geheugencel te komen. En heb je al cellen die heel specifiek en heel snel die ziekmaker kunnen herkennen en aanpakken. En dat is echt tijdwinst en dan word je niet of minder ziek. Dus dat is een belangrijke functie van dat aangeleerde immuunsysteem. Nou, wat ik er tot slot nog over wil zeggen, is dat je al die eigenschappen van al die verschillende immuuncellen, die kan je proberen te testen en in kaart te brengen. Daar zijn allerlei manieren voor, allerlei methodes. Maar welke eigenschappen van die immuniteit nou echt verantwoordelijk zijn voor die beschermende functie, dat weten we vaak niet. Dat zouden de zogenaamde correlaten van bescherming zijn. En soms hebben we wel een idee, dan denken we ja, die antistoffen die zullen wel belangrijk zijn, want we kunnen laten zien dat die antistoffen de ziekmaker herkennen en ook op kunnen ruimen. Maar er gebeurt nog zoveel in dat immuunsysteem en in die immuunrespons, dat we eigenlijk niet goed weten wat nou echt allemaal van belang is. Dat kan je ook eigenlijk alleen maar bewijzen als je kunt aantonen dat een bepaald kenmerk van de immuunrespons ook echt oorzakelijk verband heeft met bescherming tegen een echte besmetting. En dat kan je eigenlijk alleen maar doen in situaties waarbij een infectieziekte heel op dat moment endemisch is of rondwaart, zodat je misschien groepen mensen kunt onderscheiden waarvan je de immuniteit al test en dan wacht tot ze misschien wel of niet ziek worden en dan kijkt wie er uiteindelijk beschermd blijven. Of je kan het ook in een soort gecontroleerd infectiemodel uitzoeken. En die bestaan wel in proefdieren en soms voor sommige infectieziekten ook wel bij de mens. En er zijn heel veel moderne technieken om immuniteit uiteindelijk, dus zeg maar immuuncellen in bijvoorbeeld bloedmonsters, maar ook in speeksel of in andere lichaamsmonsters te onderzoeken. En dan met verschillende testen na te gaan of die eigenschappen ook zich specifiek richten tegen die ziekmaker. En die testen die lezen eigenlijk zo'n kenmerk uit op verschillende niveaus van het leven of van immuuncellen. En dat kan dus zijn op het niveau van het DNA en het chromatine, hoe dat verpakt zit. Of daar misschien een verklaring in te vinden is voor het feit dat bepaalde genen tot expressie komen in die cel. Maar het kan ook gemeten worden al op het niveau van de boodschapper-RNA's die afgeschreven worden van het genetisch materiaal en die eigenlijk ook iets zeggen over uiteindelijk welke eiwitten er gemaakt worden. En je kunt ook de eiwitten zelf meten. Dus op allerlei niveaus kunnen we immuuntesten inrichten en ze kunnen soms enorm complex zijn, zodat je heel veel kenmerken tegelijk meet en ook gaat proberen om allerlei verbanden te ontdekken tussen die kenmerken en op die manier misschien de correlaten van bescherming te ontrafelen. Nou, tot zover het immuunsysteem. Maar dat is natuurlijk een heel belangrijk aspect van het maken van vaccins. Want geheugenimmuniteit kan ons dus beschermen tegen ziekmakers. En het bewust en op een veilige manier opwekken van die geheugen immuniteit of van die bescherming door vaccins, dat kent al een hele lange aanloop in de geschiedenis.
Maar historisch gezien komt er toch echt pas een beetje schot in door een aantal wetenschappelijke en technologische revoluties, zo'n beetje vanaf het einde van de 19e eeuw. En om u daar een klein beetje in mee te nemen, wil ik een tijdlijn schetsen met belangrijke mijlpalen in die ontdekkingen in de vaccinologie, om te weten waar we eigenlijk vandaan komen en waar we nu staan met het maken van vaccins. Dus eigenlijk bij de oude Grieken was eigenlijk al bekend dat het lichaam dus eigenlijk een soort beschermende functie kon hebben. Want Thucydides die schreef al in 430 voor Christus tijdens een epidemie, hè, tijdens de plaag van Athene, wat later tyfus bleek te zijn. Hij schreef: dezelfde man werd nooit twee keer ziek. Dus dat concept was toch al een soort van duidelijk. Nou, dat er echt gebruik van werd gemaakt, dat weten we pas sinds het jaar 1000. In Azië werd toen, in China, werd toen een methode gebruikt om zo'n bescherming bewust op te wekken. En dat was tegen de gevreesde ziekte pokken. Die was in 25% dodelijk. Wat er dan gedaan werd, was uitgedroogd pus uit een pok van iemand die aan het herstellen was, werd dan bij een gezond persoon in de neus geblazen of op de huid gesmeerd. Dat heette de zogenaamde variolatie. En daarmee kon toch ook een groot deel van de mensen beschermd worden. Het was echt ook niet helemaal veilig. Want daar stierf toch ook nog 2 tot 3% aan. De methode kwam vanuit het Verre Oosten, via het Midden-Oosten, zo rond 1720, richting Europa en West-Europa. En vooruit geholpen door de invloedrijke Lady Mary Montagu, die in Turkije gewoond had als vrouw van de Britse ambassadeur daar. En die het dus meenam naar Engeland, waar het vervolgens wel werd geïntroduceerd. Maar dus niet echt als een veilige methode. Een veiligere methode tegen pokken werd ontdekt door de Britse arts Edward Jenner. Die zag dat melkmeisjes die koepokken kregen, nooit echte pokken kregen. En hij bedacht dus dat misschien het contact met die koepokken een soort bescherming kon bieden tegen de echte pokken. En hij deed daarvoor een beroemd experiment om dat een keer uit te testen. En hij nam enstof uit het pus van koepokken, en in plaats van de echte pokken, en vaccineerde, naar het Latijnse woord vacca, wat koe betekent, in 1796 de 8-jarige James Phipps, de zoon van zijn tuinman. En in dit beroemde experiment daar gaf hij nog een vervolg aan. Enkele weken na die vaccinatie diende hij die Phipps echte pokken toe. En Phipps bleef gelukkig gezond. En hij diende ze, geloof, in totaal zelfs 20 keer toe. Maar Phipps gaf geen krimp. Dus dat betekende dat die vaccinatie dus een beschermend effect had gehad. Dit werd uiteindelijk ook natuurlijk verspreid, deze kennis. En vaccinatie werd daarna de norm in veel landen, zoals ook in Nederland. Iets eerder ontwikkelde de Groninger Geert Reinders vaccinatie tegen de runderpest bij kalveren. Dus eigenlijk waren deze koepokvaccinatie en runderpestvaccinatie de eerste humane en veterinaire vaccins. En pas toen ziekmakers zelf ontdekt werden, eigenlijk pas een eeuw later, toen werden veel meer vaccins bedacht. En vaak waren dat afgedode ziekmakers of levend verzwakte ziekmakers, zoals de runderbacil BCG, de bacil Calmette-Guérin. En deze was in 1921, na 11 jaar te zijn gekweekt, pas verzwakt genoeg om in te zetten tegen volksvijand tuberculose. Nou, vaccins werden eerst uitgetest op dieren voordat men ze testte op mensen. Er werden eigenlijk steeds vaker vaccins ontwikkeld, bijvoorbeeld ook tegen hondsdolheid. Maar zo kwamen er in het begin van de vorige eeuw eigenlijk steeds nieuwe concepten.
En vanaf de jaren 50 kwamen er echt tientallen bij en voerde men ook vaccinatieprogramma's in. In Nederland vanaf 1957. En hierdoor verdween eigenlijk dus kindersterfte voor die betreffende infectieziektes vrij snel. Dus het had veel effect. En het ontwikkelen en het produceren van vaccins was heel lang een overheidstaak in de meeste landen. In Nederland zelfs nog tot 2010. Waardoor er ook een sterke publieke vaccintraditie bestond. De belangrijke innovatie poliovirusproductie op kweekbollen kwam dan ook uit Bilthoven. En werd dus door de overheid eigenlijk ontwikkeld. Mijlpalen waren de wereldberoemde uitroeiing, of de wereldwijde uitroeiing van pokken in 1980 en runderpest in 2007. Dus het is door vaccinatie is dit bereikt. In de jaren daarna werden eigenlijk door de biochemische en de moleculaire en de immunologische en de biotechnologische revoluties in die tijd allerlei nieuwe manieren ontdekt om vaccins te ontwerpen, toe te dienen, te bouwen of van hulpstoffen te voorzien. In 2013 is voor het eerst een zogenaamd reverse vaccinology vaccin op de markt gebracht. En daarbij worden eigenlijk de genetische codes van ingewikkelde ziekmakers gebruikt om te kijken welke antigenen er moeten worden geselecteerd in het vaccin. Nou, je zou zeggen, kunnen we dan nu alles fixen? Nee, er zijn nog een heleboel vaccinologische uitdagingen. Je hebt vaccins, moeilijke vaccins, waar we nog steeds eigenlijk geen oplossing voor hebben, zoals tegen AIDS, RSV of bijvoorbeeld een vergeten ziekte als lepra. Je hebt ook vaccins die niet zo heel goed werken of suboptimaal werken en niet precies de juiste aanvalsfuncties opwekken. Bijvoorbeeld bij kinkhoest, bij tuberculose, bij knokkelkoorts en malaria. Je hebt ook nog vaccinatie die voor bepaalde doelgroepen belangrijk zou zijn, zoals voor ouderen of voor kwetsbaren of voor vroeggeborenen. Het zijn allemaal dossiers waarbij de kennis over de immunologie en over hoe je nou de juiste aanvalsfunctie moet opwekken nodig is. En je hebt dus echt slimme of slimmere vaccins nodig dan die we nu hebben. Nou, die slimme vaccins die bevatten dus verschillende, die moeten verschillende onderdelen hebben. En waar we dan vaak naar kijken, is welke onderdelen hebben we dan nodig om die aangeboren immuniteit eerst aan te zetten, die dan vervolgens snel in actie komt en een soort programmeertaal verspreidt, die het aangeleerde immuunsysteem dan weer aanzet tot het maken van die geheugenfunctie en die effecten, die aanvalsfuncties. En we kijken het kunstje voor vaccins eigenlijk vaak af van de ziekmakers zelf, want die hebben vaak die lichaamsvreemde patronen waar de aangeboren cellen op reageren. En die hebben de antigenen waar het aangeleerde immuunsysteem op reageert. Dus eigenlijk die twee componenten die moeten er eigenlijk altijd in zitten. Anders krijg je misschien wel dat de antigenen, ja, die worden wel herkend door die specifieke cellen. Maar die specifieke cellen gaan geen functies aanleren, omdat er geen prikkels komen van het aangeboren immuunsysteem. En andersom heb je eigenlijk ook geen profijt van een vaccin als er te weinig specifieke antigenen in zitten. Dus een vaccin is eigenlijk niets anders dan een spiegelbeeld op zodanige manier dat zowel het aangeboren als het aangeleerde immuunsysteem worden aangezet. Nou zijn er verschillende manieren om dit te doen, om zeg maar die boodschap te verpakken. En anno 2020 zou je eigenlijk grofweg zo'n vijf categorieën vaccins kunnen onderscheiden. Je hebt de klassieke gedode ziekmaker, dus dat is de ziekmaker in zijn geheel, maar dan afgedood. Je hebt de levensverzwakte variant. Maar je hebt ook modernere ontwerpen, zoals de vectorvaccins, de subunit of eiwitvaccins, die eigenlijk alleen maar bepaalde onderdelen van de ziekmaker bevatten. Die vectorvaccins bevatten ook meestal onderdelen van de ziekmaker, maar dan eigenlijk verpakt soms in een micro-organisme of op een dusdanige manier dat de informatie over
dat onderdeel van de ziekmaker op de juiste plek belandt. En je hebt tenslotte ook nog de vaccins die eigenlijk alleen maar bestaan uit stukjes DNA of RNA, dus erfelijke code. En die code die codeert dan weer voor stukjes van de ziekmaker. En die DNA of RNA stukjes zijn soms verpakt nog als een klein deeltje. En die kunnen op die manier ook het lichaam in worden gebracht. En dan wordt de informatie op de code afgeschreven. En gaan jouw lichaamcellen zelf die moleculen maken, die antigenen. En zo komt het immuunsysteem er dan toch nog weer mee in aanraking. Er zijn eigenlijk een heleboel verschillende concepten. En er zijn allerlei voorbeelden. Eigenlijk de oudere vaccins, de klassieke vaccins, die bestaan meestal uit doodmateriaal of levend verzwakt. Bijvoorbeeld mazelen, rode hond en bof vaccins. Dat zijn de echte beestjes, maar dan verzwakt. Terwijl het nieuwe Ebola-vaccin, wat bijna uitontwikkeld is, dat is zo'n typisch vectorvaccin. En de griepprik bestaat soms nog, als het whole inactivated virus concept is, nog als doodmateriaal, maar vaak ook als subunit, waardoor er alleen maar eiwit in het vaccin zit. En zo zijn er nog meer varianten. Even kijken, waar zijn we? Nou, al met al zijn we anno 2020 beland in een situatie waarbij we in Nederland althans een heel mooi rijksvaccinatieprogramma hebben, dat eigenlijk continu wordt gemonitord en verbeterd en aangepast daar waar kan of daar waar nodig is. We kijken bijvoorbeeld heel regelmatig of er niet prikken uit kunnen. En soms kan dat ook. Maar we kijken ook of er weer nieuwe bij moeten komen. En op dit moment zitten er prikken tegen 15 verschillende infectieziekten in. En die worden op toegediend op 8 momenten gedurende de eerste 14 levensjaren van kinderen. En een kinkhoestprik is onlangs nog bij de baby's is onlangs nog vervangen door een prik aan de moeder, dus bij zwangeren. En ook voor de 60-jarigen of 60-plussers en kwetsbare groepen zijn er vaccins, zoals de griepprik of binnenkort ook de pneumokokkenprik. En dat eigenlijk allemaal voor een prikkie, want zo'n vaccinatieprogramma kost ongeveer zo'n 0,1% van ons volksgezondheidsbudget. En er wordt veel ziekte en ook nog steeds sterfte door voorkomen. Nou. Je kan een vaccin zomaar toetreden, zeg maar, tot zo'n programma, of worden ze zomaar toegelaten? Nee, daar worden natuurlijk eisen aan gesteld. En ik vraag mijn studenten vaak om zich even te verplaatsen in de schoenen van onze minister van Volksgezondheid en zich dan af te vragen wat nou heel belangrijk zou zijn aan een vaccin. En dan komen ze altijd wel met dat het voor de minister in ieder geval belangrijk is hoe duur een vaccin is. Maar ook hoe stabiel een vaccin is. Maar eigenlijk de belangrijkste eisen die je aan een vaccin kunt stellen, die gaan over effectiviteit en over veiligheid. Dus de veiligheid en de werkzaamheid van vaccins, die zijn echt essentieel. Zonder één van deze twee heb je gewoon geen vaccin. En daar moet je ook onomstotelijk bewijs voor aanleveren. Nou, dat gebeurt in een hele pijplijn eigenlijk, van die je op zou kunnen splitsen in fases. En dat gebeurt naar internationale maatstaven in allerlei testfases met tussentijdse evaluatiemomenten om ook suboptimale kandidaten eruit te kunnen halen en alleen met de beste door te gaan. En je begint dan met de laboratoriumfase en die gaat eigenlijk over het vaccinontwerp. Wat moet er nou in komen? Hoe ga je dat precies bouwen? Welke immuniteit wil ik krijgen? Welke aanvalsfuncties zijn er nou nodig? En hoe ga je dat testen? En dat testen vindt aanvankelijk plaats in kleine proefdieren. En kenmerken van bescherming, van beschermende immuniteit, die worden dan al onderzocht. En met de meest veelbelovende kandidaten gaan we dan testen in proefpersonen. Dat heet de klinische fase 1. Daar moet een speciale vaccinbadge voor gemaakt worden. En er worden enkele tientallen gezonde volwassenen getest. Daar wordt het vaccin op getest. En dan wordt er gekeken hoe het met de veiligheid zit. Of er veel
directe reacties zijn op het vaccin. Dus er wordt vaak ook met heel weinig begonnen en dan wordt heel langzaam de dosis een beetje opgeschroefd. En er wordt ook al gekeken of het immuunsysteem überhaupt reageert. Hierna volgt fase 2, het vinden van de optimale dosis en ook het testen van immuniteit bij zeg honderden proefpersonen in de doelgroep. Nou, dan, daar komen natuurlijk ook allerlei testuitslagen uit. En als die weer gunstig zijn, in ieder geval duiden op een relatieve kansrijke kandidaat, dan ga je voor het aantonen van effectiviteit door naar fase 3. En in fase 3 studies worden duizenden proefpersonen vaak gevaccineerd in een populatie waar de ziekmaker ook rondwaart. Dus de ziekmaker moet er wel nog zijn. En de hamvraag is dan: krijgt de gevaccineerde groep minder vaak de ziekte dan de niet-gevaccineerde groep? En als dat zo is, dan heb je eigenlijk een vaccin. Nou, en al die gegevens over al die fases, over het product, over de productie, de veiligheid en de werkzaamheid, die worden allemaal in een dossier gestopt en beoordeeld door de regulatoire autoriteiten. En in Europa is dat de EMA en in Amerika is dat de FDA. Nou, er wordt ook vooral ook gelet op of er aanwijzingen zijn in dat dossier voor beschermende immuniteit. Dus als je echt kunt bewijzen dat bijvoorbeeld ook in een proefdiermodel, maar ook in die effectiviteitsstudies, dat je beschermende immuniteit had, dan weegt dat heel zwaar. Maar zo'n heel proces, dat kan wel, nou ja, 10 tot 15 jaar duren, met uitschieters omhoog en omlaag. En vanwege alle kennis, ervaring en de kosten die bij zo'n enorme pijplijn komen kijken, is het naar de markt brengen van vaccins eigenlijk steeds vaker een zaak van private partijen. En ook als vaccins eenmaal zijn ingezet, hè, dus worden gebruikt, fase 4, dan blijft het meten van hoe goed ze het doen en de effectiviteit en de immuniteit belangrijk. Dus je zou kunnen zeggen dat gedurende die hele levenscyclus van een vaccin, dat het testen van immuniteit en het kijken naar correlaten van bescherming, of het zoeken naar correlaten van bescherming, eigenlijk echt heel belangrijk is. We weten alleen vaak nog niet helemaal precies welke eigenschappen nou echt de correlaat van bescherming zijn. We weten wel vaak wat erbij komt kijken, maar nou ja, daar zijn we vaak nog wel naar op zoek. Nou, dit is vaccinontwikkeling anno 2020. Maar hoe moet dat nou met COVID-19? We hebben geen 10 tot 15 jaar om op een vaccin te wachten. Dus er zal toch iets moeten gebeuren wat maakt dat het allemaal sneller kan. Nou, dus is dit een onmogelijke missie? Nou, daar zijn we natuurlijk met z'n allen, daar gaan we niet van uit. Dus onmiddellijk sinds de bekendmaking van de genetische code van het virus op 11 januari dit jaar werken. Nou ja, honderden onderzoekers en ook bedrijven aan al meer dan 130 vaccinkandidaten. En 11 van die kandidaten, die zitten al in die zogenaamde klinische fase. Dus fase 1, 2 op dit moment. Eerder waren er ook al SARS- en MERS-vaccins in ontwikkeling. En daarbij was opgevallen dat sommige kandidaten soms in plaats van bescherming, juist verergering van de longziekte lieten zien in diermodellen. Dus dat was heel ernstig. En dit fenomeen leek veroorzaakt te worden door antistoffen met een te zwakke kop, eigenlijk te zwakke kopfunctie en een verkeerde staartfunctie. En dat hing dan ook weer samen met de CD4-T-cellen van een verkeerd subtype, dat TH2-subtype. Nou, het testen van de juiste aanvalsfunctie van antistoffen en van CD4-T-cellen, dat moet dus echt heel goed gebeuren in deze COVID-vaccinkandidaat-studies. En dat zal dus ook heel cruciaal worden voor zo'n vaccin. Wat we op grond van het ontwerp van die verschillende vaccins al kunnen zien, is dat eigenlijk de meeste kandidaten die in ontwikkeling zijn, eigenlijk nog wel in de preklinische fase, maar ook al wel klinisch, dat zijn die modernere technieken. En waarom? Nou, we denken dat het toch wat risicovoller is om echt met het hele SARS-CoV-2-virus vaccins te moeten gaan maken. Dan moet je dus fabrieken vol met het virus gaan maken en vervolgens gaan afdoden of gaan verzwakken.
En dat dan gaan inspuiten bij mensen. Nou, die risico's die daaraan verbonden zijn, zowel in de productie als bij het gebruik, ja, die zijn gewoon te groot. Dus we verwachten eigenlijk toch meer uit deze hoek van de wat modernere technieken. Maar wel, als je kijkt naar wat je nou voor aangeleerde aanvalsfuncties zou kunnen verwachten bij die verschillende ontwerpen, dan zitten ze niet allemaal helemaal volledig op dat ze zowel. Nou ja, ze zullen allemaal wel antistoffen opwekken. En ze zullen ook allemaal wel in een bepaalde mate die CD4-T-cellen opwekken. Maar of ze ook die cytotoxische T-cellen kunnen opwekken, dat is niet voor alle concepten waarschijnlijk te verwachten. Dus daar moeten we eigenlijk ook goed op letten, dat er in ieder geval ook vaccinkandidaten doorontwikkeld worden, waarbij we toch ook zo'n volledig mogelijke linie van immuniteit krijgen. Dus dat wordt ook heel belangrijk en spannend hoe dat zich gaat ontwikkelen. Nou, hoe we die immuniteit nou moeten testen, dat zijn we natuurlijk ook allemaal nog aan het leren. We kennen die ziekte en het virus nog maar net. Dus daar zijn heel veel instituten, waaronder ook het RIVM en de Universiteit Utrecht, maar ook in Groningen en bij andere universiteiten in Nederland en in het buitenland, lopen allerlei studies om te kijken hoe nou bijvoorbeeld een natuurlijke immuniteit zich ontwikkelt, wat nou de eigenschappen van die antistoffen en die T-cellen zijn tegen het virus na natuurlijke infectie. En wat we wel al weten is dat de immuniteit na COVID toch een klein beetje lijkt op de immuniteit na de verkoudheidscoronavirussen. We kennen namelijk al een aantal gewone coronaverkoudheidsvirussen. En die geven ook een bepaalde immuniteit. Dus het lijkt toch wel dat er een beetje overlap is tussen die immuniteit. En hoe dat precies zit, dat moeten we nog goed onderzoeken. Maar dat zou dus invloed kunnen hebben op waarom sommige mensen heel ziek zijn geworden en anderen veel minder. Dat kan misschien iets te maken hebben met al geheugenimmuniteit tegen die andere coronavirussen. Nou, wat moet er gebeuren om die anderhalf jaar tijdslimiet te halen, hè? Om dat COVID-vaccin toch binnen een jaar of anderhalf jaar op de plank te hebben. Nou, dan kunnen we dus niet doorgaan op de manier van ontwikkelen zoals we hem gewend zijn. En er zijn game changers nodig. En experts wijzen eigenlijk in vier verschillende richtingen. Ten eerste, we moeten echt de wetenschap leidend laten zijn in het ontwerpen, het bouwen en het testen van de producten. Dus we moeten echt die voortschrijdende kennis over de virusantigenen, de mutaties, de bouwtechnieken en de correlatie van bescherming, die moeten we echt allemaal inzetten en met elkaar delen, zodat we nergens een steekje laten vallen en zo slim mogelijk bezig zijn. Dan moeten we eigenlijk die fases die nu allemaal achter elkaar geschakeld zijn, die moeten we in elkaar schuiven en proberen te verkorten door procedures, gewoon spoedprocedures te maken en dus sneller te laten beoordelen bijvoorbeeld. Terwijl we wel dezelfde bewijslast moeten opleveren. We kunnen niet de kantjes ervan aflopen en het niet zo nauw nemen, bijvoorbeeld met een veiligheidsdossier of met een werkzaamheidsdossier. Het moet echt wel allemaal gebeuren, maar het moet sneller en het moet in elkaar geschoven worden. Dan, ten derde, kunnen we niet wachten met het echt gaan produceren van vaccins totdat we die paar, hopelijk één of twee of drie vaccins uiteindelijk over anderhalf jaar zouden hebben. Nee, dat moet nu al geproduceerd worden, zelfs als al lopen de fabrikanten dan het risico dat ze dus geïnvesteerd hebben in iets wat uiteindelijk helemaal niet gebruikt gaat worden. Dus daar moeten we wel daar moet financiële commitment voor zijn en ook steun van de hele internationale gemeenschap om dat op een slimme manier te doen. En dat we dus nu al een grootschalige productie hebben, maar dat de risico's niet alleen bij die private partijen komen te liggen. Nou, dan, nou ben ik wel een optimist, is de kans er wel dat we dit kunnen gaan, nou ja, deze uitdaging aankunnen. En als we maar voldoende kandidaten in de pijplijnen hebben. En als we maar goed letten op de juiste aanvalsfuncties en die correlaten van bescherming, dan zouden volgend jaar in de zomer, denk ik wel, één of twee producten
een marktautorisatie kunnen hebben. En dan zouden we dus alleen door zo'n enorme samenwerking en inspanning ook COVID eronder kunnen krijgen. Maar ik zou zeggen, eigenlijk samenvattend, ik hoop dat ik u heb laten zien dat het immuun maken van een individu, maar ook een groep, door vaccinatie infectieziektes kan voorkomen en soms zelfs uitroeien. En dat we ook hebben gezien dat we voor het maken van slimme vaccins met de juiste programmeertaal, behalve goede bouwtechnieken, ook kennis nodig hebben van het immuunsysteem, van die zogenaamde correlaten van bescherming. En tot slot zijn er nog een heleboel uitdagingen in vaccinland, maar misschien dat de COVID-crisis ons misschien wel leert hoe we de wetenschap en de technologie en de internationale samenwerking nog beter kunnen inzetten in het algemeen voor snellere vaccinontwikkeling. Daar wilde ik het nu bij laten. En ik bedank u allemaal voor uw aandacht. En ik beantwoord graag nog vragen als die er zijn. Ja, heel erg bedankt, Cécile. Het was iets langer dan een half uur, maar dat maakt niet uit. Ik denk dat het verhaal heel volledig was en een goed beeld heeft gegeven van hoe de geschiedenis heeft gemaakt tot waar we nu staan op het gebied van vaccinologie. Om de interactie een beetje te verhogen in deze online events, vinden we het wel leuk als mensen hun vraag zelf stellen. Je kunt dat doen door uw microfoon te unmuten. Onderin het beeld staat een klein microfoontje. En dan kunt u de vraag zelf stellen. Dus ik zou Remco bijvoorbeeld graag uit willen nodigen om de vraag even te stellen die je net in de chat hebt gesteld. Ja, goeiedag. Ben ik zo te horen? Zeker. Ja. Nou, ik vroeg me af, in de hele race naar een vaccin is zowel de wetenschap als het bedrijfsleven heel actief. En wat u allemaal beschreven is natuurlijk vooral de wetenschappelijke kant van dat hele experiment. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei farmaceutische bedrijven hiermee bezig. En ik vroeg me af, is dat nou trekken die nou samen aan hetzelfde eind van de touw? Of is dat een touwtrekrace waarbij je elkaar in de weg zit? Dus met andere woorden, is het een zegen of een last dat er zoveel farmaceutische bedrijven ook nog bij betrokken zijn? Dat is een hele relevante vraag. Nee, we hebben de farmaceutische bedrijven heel hard nodig. Ten slotte zijn dat eigenlijk de enigen die uiteindelijk zo'n grote hoeveelheid doses kunnen gaan maken. En zij hebben ook de kennis om dat op een verantwoorde en veilige manier te doen. En om die vaccins ook uit te vullen en af te vullen en te distribueren. Dat is ook nog een bepaalde tak van sport. Ik zou het eigenlijk zelf niet willen zien als een race tegen elkaar, maar een race met elkaar tegen de klok. En dat we aan het eind van in ieder geval de eerste rit met een aantal de eerste vaccins uit die race komen. Ik denk ook niet dat het dan uiteindelijk klaar is met COVID-19 vaccinontwikkeling. Want die vaccins zullen meerdere concepten nodig zijn, denk ik, om ook in verschillende doelgroepen de juiste aanvalsfuncties en de juiste immuniteit op te wekken. Ik snap dat beeld nu wel zo is van misschien dat Farmaceut 1 dat die geluk heeft en gaat samenwerken nu met een kleine biotech of een academische groep die een vaccin hebben ontwikkeld en die dat samen met een farmaceut uiteindelijk door willen ontwikkelen. En dat dan hebben zij geluk, want dan kunnen ze misschien een heel groot deel van de wereldmarkt gaan krijgen. Maar zo is het ook weer niet. Er worden afspraken gemaakt over prijzen. Er wordt ook gesproken dat zeg maar de landen, de laaginkomenslanden, dat die vaccins gewoon gratis moeten kunnen krijgen. Dat die beschikbaar worden gesteld door allerlei grote instanties daarvoor. Dat de middeninkomenlanden dat die het tegen kostprijs zouden moeten kopen. En dat de rijkere landen daar dan misschien iets meer voor moeten betalen. Maar die prijzen liggen absoluut niet boven wat er internationaal geaccepteerd wordt. Want daarmee zou zo'n farmaceut zich ook compleet uit de markt uiteindelijk gaan. Nou, of ja, in ieder geval ook een hele slechte PR gaan krijgen. En dat willen ze eigenlijk op dit moment ook niet. Dus ik hoop dat ik een klein beetje geschetst heb. We hebben ze heel hard nodig. Ik zie het niet als een race tegen elkaar, maar met elkaar. En er zijn goede prijsafspraken die worden gemaakt, zodat het ook betaalbaar blijft. Dankjewel.
Jennifer vraagt in de chat, ik kan een microfoon niet gebruiken. Nederland heeft een onbewezen vaccin gekocht. Is dat verstandig? Ja, ik zag de vraag net voorbij komen. Ja, ik denk dat het verstandig is. Ze hebben het vaccin trouwens nog niet helemaal gekocht. Ze doen een aanbetaling. Die betaling gaat in fases. Dus op het moment dat dit vaccin zichzelf niet bewijst, of bewijst dat het niet gaat worden, zal ik maar zeggen, dan stopt die ontwikkeling en dan zal Nederland daar ook niet nog meer verder aan betalen. Dus wat we eigenlijk nu doen, is ook weer, dat is denk ik een onderdeel van die financiële constructie, waarmee we ook de partijen die nu gaan investeren voor het maken van voldoende doses voor het geval dat het vaccin effectief en veilig blijkt te zijn, hè, om in ieder geval die investeringen nu al te kunnen doen, maar ook om de partijen toch een stukje risico, of om samen het risico te nemen. Dus dat de lasten ook door de overheden worden gedragen. Dus ik denk dat het wel verstandig is. Ik denk dat het ook verstandig is dat de overheid nog verder kijkt. En dat ze nog meer van dit soort impulsen gaan geven in de toekomst. Ook om juist nog weer andere concepten die nu veelbelovend lijken, om die ook zo'n groot mogelijke kans te geven van slagen. Dus ik denk dat het wel slim is, ja. Dank je. Er is geen vraag meer in de chat. Ik heb nog wel wat vragen. Die vind ik altijd mooi. Nou, zoals je in je lezing ook aangeeft, de bepaalde terminologie is aardig toegenomen. In antistoffen, in groepsimmuniteit. Maar ook een van de woorden die ik wel misschien gemixt werd gebruikt, was medicijn en vaccin. Oh, ja. Mm-hmm. Zou je aan kunnen geven wat het verschil is en of die dingen nog met elkaar te maken hebben, bijvoorbeeld? Nou, dat hangt een beetje van af. Als je het hebt over de verwarring zou kunnen ontstaan door de antistoffen. De antistoffen zijn eigenlijk het effect van een vaccinatie. Hè. Je gaat dan antistoffen maken en nog andere aangeleerde immuuncellen en functies krijgen. Dus in dat verband heeft het te maken met de werking van de vaccins. Maar je zou ook antistoffen die mensen hebben, bijvoorbeeld doordat ze heel ziek zijn geweest, maar wel weer opgeknapt, die zou je kunnen verzamelen van een groot aantal ex-patiënten en opzuiveren en die antistoffen inzetten als medicijn bij andere zieken. Dus eigenlijk om te behandelen tijdens de infectie, maar je zou ze ook nog preventief kunnen toedienen aan mensen die hele hoge risico's lopen. Dus dan zijn ze eigenlijk ook weer profilactisch, preventief in te zetten. Wat daarnaast nog natuurlijk onder medicijn wordt verstaan, dat zijn echte virusremmers. Dus dat heeft eigenlijk weer niks met die immuunfuncties te maken. Dat zijn stoffen die het virus zelf aanvallen of voorkomen dat het virus misschien aanhecht aan jouw lichaamcellen. Dat zijn geen immuunfuncties, dat zijn gewoon andere soorten stoffen. En dat zijn ook, die worden ook al medicijnen genoemd. Maar zo'n therapeutisch antistof kan ook wel eens als medicijn worden aangemerkt. Dus ik hoop dat ik het zo een beetje uit elkaar getrokken heb. Ja, dat denk ik wel. Ondertussen stelt Rick nog een vraag in de chat. Rick, zou je vraag ook live willen stellen? Dus door je microfoon te unmuten. Jazeker. Heel erg bedankt trouwens voor dit webinar. Het is ongelooflijk handig. Ik doe een opleiding tot biologiedocent. En ik krijg heel veel antwoorden op vragen die ik op dit moment ook zelf nog had. Ik ben op dit moment bezig om een stuk te schrijven wat gaat over een mogelijke vaccinatiekandidaat. Althans een mogelijke antistof die er gevonden is door het AMC bij revaliderende coronapatiënten. Ja. En dat is een recent artikel wat zij hebben gepubliceerd in Science. En dat ben ik aan het ontrafelen. En daar wordt gesproken over bepaalde spike-eiwitten die er op het coronavirus zitten. En die antistoffen die er gevonden zijn bij deze revaliderende patiënten zouden enorm veelbelovend zijn in de bestrijding van dit virus. Mm-hmm. Alleen, hoe zouden die antistoffen geproduceerd kunnen worden? Zijn daar bepaalde bacteriën en gisten
die ervoor kunnen zorgen dat je dat zou kunnen produceren. Ja, ik denk, ik heb dat stuk ook gezien en er zijn ook al wel eerdere stukken geweest van andere groepen in China, maar ook in Utrecht en Rotterdam. Er zijn ook al antistoffen gevonden die veelbelovende functie hebben. En wat de groep in het AMC heeft gedaan, is B-cellen van die herstellende patiënten eigenlijk gebruiken om in het laboratorium die B-cellen eigenlijk te dwingen of aan te zetten tot het uitscheiden of maken van die antistoffen. En zo hebben ze gevonden dat hebben ze bepaalde clones van die B-cellen kunnen vinden die dan deze hele handige antistoffen maken. En als je zo'n B-cel hebt, dan heb je ook de genetische code voor die grijparm, dus eigenlijk voor die eivormige antistof. En die genetische code die kan je weer kloneren, inderdaad in of bacteriële expressiesystemen, dat zijn bepaalde technologieën om eiwitten te maken. Maar om een goed antistof te maken, moet je eigenlijk ook ervoor zorgen dat die kop en die staart er ook zo levensecht mogelijk uitzien. En dat betekent dat er nog, behalve dat het die eiwitten zijn die eivormige, dat eivormige molecuul vormen, dat er ook nog suikergroepjes aan die staart te komen. En dat kan je het beste doen door ze of in gistcellen, of toch ook in zoogdiercellen tot expressie te brengen. Dus ik weet niet goed wat ze van plan zijn, maar daar is ongetwijfeld een technologie voor, waardoor ze deze antistoffen in grote hoeveelheid kunnen gaan maken. En ja, dan zou je dus een soort zuivere vorm van dat medicijn in handen kunnen hebben. Dankjewel. Ik denk dat ik dan de laatste vraag voor eigen rekening neem. Nou, een deel van de reden om hier een evenement over te organiseren was ook omdat ik eigenlijk vlak voor de coronacrisis veel nadacht over een programma over vaccins. Maar meer met een andere reden, omdat er toen veel sprake was van een afnemende vaccinatiegraad en anti-vaxxers, zo geheten. Het valt me op dat die ethische kant van vaccinatie, vaccinologie, wel veranderlijk is, op zijn minst. Vandaag zag ik ook een artikel, of gisteren zag ik een artikel langskomen over dat de vaccins dan in apen getest worden en dat er eigenlijk helemaal geen protesten op het moment zijn in Rijswijk waar de apen gehouden worden. Denk je dat dit een blijvend effect heeft op het vakgebied? En zijn we nu van de anti-vaccins af bijvoorbeeld? Nou, dat denk ik niet. Ik denk ook dat het heel goed is dat er mensen kritisch blijven. Hè? Dat is helemaal niet. Dat is alleen maar een uitdaging om nog beter na te denken over die vaccins en ze nog slimmer en veiliger te maken. Maar ook, denk ik, nog een stuk beter uit te leggen hoe belangrijk ze zijn en wat we er eigenlijk ook mee voorkomen. En het is natuurlijk niet meer zo duidelijk, maar al die infectieziektes die we nu door vaccinatie voorkomen, die zien we ook niet meer. Dus dat aspect, dat is ook wel lastiger om nu om mee naar voren te komen. Maar toch, wat we meestal een beetje vergeten is dat we gewoon goed moeten uitleggen wat we precies doen met vaccinatie. En dat er misschien soms ook vaccins zijn die nog helemaal niet zo optimaal zijn, die aan verbetering toe zijn. Dus je moet denk ik gewoon blijven uitleggen. En er zullen altijd mensen zijn die er gewoon om een of andere reden of overtuiging niet voor zijn. Dus ik heb niet de illusie dat we. Het is nu misschien even tijdelijk een klein beetje rustiger op dat gebied. We hebben inderdaad laatst ook met diezelfde vraag hebben een soort voorlichtingsfilmpje gemaakt over die dierproeven. En we dachten ook van, nou, daar gaan we enorm veel commentaar op krijgen. Maar eigenlijk hebben we toen juist heel goed uitgelegd waarom ze nog zo belangrijk zijn nu. Dat we niet nu zomaar vaccins op mensen kunnen gaan uittesten op het moment dat we eigenlijk nog geen medicijn hebben om ze heel snel beter te kunnen maken op het moment dat we ze moeten besmetten met het echte virus om aan te tonen dat het vaccin werkt. Eigenlijk begrijpen mensen het denk ik dan voor een deel toch beter als je het goed uitlegt, maar er zullen altijd weer fases komen waarin de kritiek toch wat verder oplaait en dat mensen denken, nou,
het zal zo vaart niet nemen, lopen als wij geen vaccinatie accepteren. En daarmee krijg je misschien toch ook een probleem met het vormen van de groepsimmuniteit. Als de acceptatiegraad te laag is en we gaan misschien maar 50% van de bevolking vaccineren. Dan lukt het met die groepsimmuniteit misschien toch nog niet helemaal. Dat gaan we allemaal zien. Ik ben wel een optimist, dus ik denk dat we wel een stukje kunnen winnen aan het vertrouwen. En dat we er gewoon heel hard aan moeten werken. En niet alleen voor COVID, maar ook voor die andere vaccinaties. En de ethische kant, ik vind het heel boeiend. Ik las vorige week eigenlijk een rapport van de WHO dat men ook aan het nadenken is om toch nu mensen ook bloot te stellen aan het echte virus in een vaccinstudie. Hè? Dus om te gaan kijken, is dit haalbaar? Kunnen we misschien gezonde, jonge mensen die wellicht wat minder ernstig ziek gaan worden, kunnen we die als proefpersonen accepteren? Hè? Er zijn ook heel veel mensen die zich aanbieden daarvoor. Die vinden het zo belangrijk dat ze zich daar al voor aanmelden. Ik weet niet of het gaat gebeuren, maar het is wel een interessante ontwikkeling. Dat daar dus zelfs al over nagedacht wordt. Dan krijg je dus de ethiek van de humane infectie, experimentele infectiemodellen en de ethiek van de diermodellen naast elkaar. Dat wordt heel boeiend, denk ik. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat we vanavond goed ons best hebben gedaan om mensen, om iedereen iets bij te brengen over, nou ja, over vaccins in het algemeen en waar we nu naar op zoek zijn vooral. Ja. Ik wil je heel erg bedanken, ontzettend bedanken voor deze lezing. Ja. Ik wil ons publiek heel erg bedanken voor de mooie vragen. En rest mij jullie allemaal een fijne zomer te wensen. En houd vooral onze website in de gaten. Dan blijf je up-to-date over het programma wat er na de zomer weer te zien is. Hopelijk live. En een fijne avond voor nu. Bedankt.